In de meest attractievolle wedstrijd. Zwart, het kopen Amsterdam, hoe vaak heeft u het al meegemaakt? Nou, zolang als het bestaat, ben ik er altijd. Ik weet niet hoe lang het bestaat. Koppa. Vroeger was het blauw-wit toernooi, het is nu veranderd. 3, 4 jaar. Ja, het is inderdaad een tijd uitgeweest. Ongeveer 3, 4 jaar zijn we nu inderdaad weer gestart met het toernooi. Wat is zo bijzonder aan het Christian Kopen Amsterdam toernooi? Nou, dat het heel goed georganiseerd is en mooie ploegen doen ermee. Nu ook weer. Ja, daar komt het publiek op af natuurlijk. En hoe voelt het wel voor een speler om hier te staan? Dus het is toch een bepaalde feeling. Het Olympisch Stadion sinds vorig jaar? Ja, dat is ook heel mooi dat je in het Olympisch Stadion speelt. Ja, en ik denk dat als je Ajax neemt en je speelt tegen die buitenlandse ploegen, dat het alleen maar mooi is. Want in Nederland speel je tegen de Nederlandse ploegen en dit is iets meer. En hier leer je van. En maakt het team van Ajax een kans dit jaar, denkt u? Ik denk het wel. Ajax heeft een goed team. Maar ja, in het toernooi heb je altijd één slechte dag. En als je die net op een slecht moment hebt, ja, dan lig je eruit. De spelers van Ajax, zitten er een aantal beloftes tussen? Ja, zeker. Er zitten zeker in het elftal een stuk of 4, 5 goede kandidaten. Kunt u een aantal namen noemen waarvoor de andere clubs moeten uitkijken? Nee, ik ga geen namen noemen. Dat kun je zelf zien als je ziet spelen, dus ik ga geen namen noemen. Oké, maar ze maken dus een goede kans dit jaar en hopen op de titel? Ja, als je in Amsterdam speelt en je hebt een goed team, dan wil je het ook winnen. Dus, maar ja, er zijn mooie kandidaten bij. Ik zag net, de Brazilianen staan nu 1-0 voor tegen Anderlecht. Cruzeiro heb ik gezien. Is ook een sterk team. Dus ja, Tottenham, Dortmund, Marseille ken je niet als ploeg. Dus nee, het is echt mooi om te zien. Dus. Wat dat betreft een mooi toernooi dit weekend en vooral genieten van het voetbal. Ja, en het is gelukkig niet zo warm voor de jongens om te voetballen. Want anders heb je echt door de warmte dat op een gegeven moment tempo eruit is. Dus ze kunnen een borst naast maken. Oké, nou heel veel plezier dit weekend en dank u wel. Prima.